I can't forget. Werd gezongen door, vroeger door Johnny Ray. Die was een beetje doof ook op het laatst van zijn leven. Een hele zielige man. U bent niet zielig, hè? U bent Ben van Weelde. U bent wel exhibitionist. Ja. U heeft een boek geschreven dat heet Pronken met jezelf. En dat gaat over de onbedwingbare lust om ja, potlood te venten, heet dat in de volksmond. Zo heet het, ja. 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 Leuk boekje. Ja, aardig. Ja, het voelt ook heel lekker. Heb je de buitenkant ook goed? Ja, nou, het is niet alleen een lekker boekje om te lezen, maar ook om te voelen. Oh, nou, dat is me niet, tot nu toe niet zo opgevallen. Maar vertel eens, van waar deze behoefte om ook daar nog over te schrijven? Dat zullen we zo eens beginnen. Is het weinig bekend, exhibitionisme? Moeten we meer compassie hebben met de exhibitionerende medemens, exhiberende? Dat allemaal, ja. Ja, ja. Er is nog nooit wat over geschreven. Het is het eerste. Nooit wat over geschreven? Ja, wel in wetenschappelijke literatuur, ja. Maar niet voor het grote publiek. Hoe komt dat eigenlijk, denkt u? Terwijl we zien toch regelmatig achter die bomen die heren met die regenjassen naar voren schieten. Geen idee. Ik denk dat mensen daar toch wat huiverig zijn om over te praten. Of, ja, waarom denkt u? Geen idee. Nou, geen idee. U heeft ze wel eens zien schrikken, denk ik, hè, toch? Ik heb nog nooit iemand zien schrikken van mij, nee. Nee, wat vreemd, want ik zou toch ergens... Ja, exhibitionisme, dat uit zich in vele vormen, in vele uitingsvormen. En sommige mensen doen het springend van achter een boom, maar dat is maar een hele kleine categorie. Zoals u heeft kunnen lezen. Zijn de outcasts onder de exhibitionisten eigenlijk? Ja, ik denk niet dat een goede manier is om te exhiberen, nee. Nee, daar kijken we echt de exhibitionisten een beetje op neer. Nee, we kijken de boomspringers neer, De boomspringertjes, daar houden we niet echt van, nee. Nee, dat is ook... Het is niet de bedoeling om mensen aan schrikken te maken, denk ik. Juist, nou, dan hebben we... U bent geen boomspringertje. Hoe zou u zelf kenschetsen als exhibitionist eigenlijk? Ja, ik vind het etiket exhibitionist, seksualiteit kent vele uitingsvormen. Dat weet ik. Dat is een mooie volzin. Er zijn heel veel varianten. Hè, op de menukaart staan vele gerechten en exhibitionisme is er één van. Ja. Maar ik vind ook... Een soort hors d'oeuvre eigenlijk. Hè? Nou, ja. Maar nee, daar hebben we het over. Dus je hebt onder de exhibitionisten, hè, heb je dus de boomspringertjes, die vallen nu af. Wat bent u voor een exhibitionist eigenlijk? Hoe zou u zelf omschrijven als exhibitionist? Ja, ik vind het soms leuk om mezelf te laten zien als een seksueel wezen. Ja, maar dat is even uit. Hoe begon dat? Ik weet het nou wel, maar dat staat in het boek. Maar dat moet u even vertellen. Ja, het is een soort ervaring die ik had toen ik een jaar of 17 was. Toen kwam ik onder de douche vandaan, zoals iedereen wel eens onder de douche vandaan komt. Zelfs met een onderbroekje aan, zoals veel mensen onmiddellijk na de douche. Beter, dat vertelt uw eigen geval, maar dan bepaal ik wel of het normaal is, ja? Onderbroekje onder de douche vandaan, ja? En ineens stond er aan de overkant van de straat stond een meisje naar me te kijken. En in een opbelling deed ik mijn onderbroek uit. En ja, dat was ontzettend spannend. En, voor wie? Voor mij. En voor de dame in kwestie die... Geen idee, nee. Nee, alhoewel we later nog wel regelmatig contact hebben gehad op die manier. Oh, dus ze vonden het leuk? Ja, of grappig. Mensen vinden het over het algemeen ook wel grappig. Ja, dat lijkt me gek. Dus krijgt u dan een kick als u uitgelachen wordt? Als iemand ontzettend hard gaat lachen als u ontkleedt? Nee, dat zou ik niet leuk vinden. Nee. Maar wanneer krijgt u de kick dan? Ja, over het algemeen zit de kick in de voorpret, in het voorspel, zeg maar. Als de broek nog aan is. Als de broek nog als aan de regen is. En je situaties gaat... Taxeren. Taxeren, creëren. Dachtgebieden gaat verkennen. Zoiets. Ja, dat is al een hele spannende gebeurtenis. Ja. En dan, hoe begint het dan? Het begint 's ochtends al van dat je denkt, ik moet weer... Nee, 's ochtends doe ik hele andere dingen. Nee, maar goed. Meestal is het 's avonds laat. Ineens. Bespringt het u? Nee, het bespringt me niet. Nee. Het sluipt langzaam aan. Het is net als vrije, daar krijg je op een gegeven moment zin in. En dan krijg je er meer zin in en dan wordt het leuker. Maar dan moet je iets doen dat eigenlijk heel, heel gevaarlijk is. Je doet voortdurend iets waarbij je risico loopt. Nou, ik exhibeer niet op straat. Ik ben een binnenhuis exhibitionist, zeg maar.
Ja, dus... binnen huis, maar daar lopen weinig vreemden rond. En ik heb altijd begrepen dat voor exhibitionisme toch ook een vreemde toeschouwer het optimale genot betekent. Nou, er komen wel eens vreemden bij mij over de vloer. Bij... maar hoe... u nooit. Oh, u nodigt iemand uit voor een gezellige borrel, u loopt de kamer uit en ineens... komt u binnen? Nee, meestal is het van tevoren wel bekend. Soms ontmoet ik mensen die het leuk vinden om dat mee te maken. Ja, die het leuk vinden. Maar dat is en verder. Maar dat vind ik... Ik zit niet alleen in mijn eigen woonkamer. Ik kom ook wel op situaties. Ik was laatst op de Aerolife-beurs is er geweest. Daar kan je het verwachten. Ja, precies. Nee, daar kan dan mag het ook een beetje. Ja, dan moet het een beetje. Dat mocht dan, eigenlijk niet. Maar... dat vind ik niet. Ik moet u eerst zeggen, dat vind ik allemaal... zo ben je thuis, dat vind ik... we hebben de boomspringers, maar dat vind ik een beetje... burgerdico-exhibitionisme. Ik bedoel, het ruwe werk. Dus wat u ook beschrijft, in een auto gaan zitten... en op een landweggetje boven op de bank gaan zitten, piemel naakt en dan eens kijken wat er langs komt schuiven. Dat vind ik, dat is toch, dat heeft u toch ook gedaan of heeft u dat gejocht een beetje? Nou, zo erg, vroeger wel, ja. En ik heb ontdekt dat niet een juiste en prettige manier is. Waarom niet? Ja, omdat het mensen afschrikt en dat is niet de bedoeling. Ja, maar aan de ene kant wil je spanning creëren doordat vreemden je zien en toch vreemden... ja, maar vreemden zien we nu ook. Nee, maar vreemd opkijken... maar aan de andere kant kun je op je 10 vingers natellen dat natuurlijk mensen ervan gaan schrikken. Dus je moet voortdurend een... ja, wat zoek je dan? En als iemand seksueel contact met je wil na het ik zal maar zeggen, terwijl u exhibeert, dat is ook geloof ik niet echt de bedoeling. Mm-hmm. He, dus het is allemaal... he, het is net als sadomasochisme. Niemand heeft er echt plezier van. Nou, de mensen die het doen vinden het leuk en lekker en spannend. Maar waar put u dan... het opperste genot uit? Wat is de optimale fantasie bij het exhiberen? Geef me eens antwoord. Bedenk eens wat. Ja, dat is net zo moeilijk te vertellen als waar je nou het opperste genot tijdens het normale vrije of tijdens SM-bezigheden of wat dan ook. Nee, maar probeer het eens. Het is gewoon lekker en spannend. Wat is het lekkere en wat is het spannende eraan? Nou, niet als iemand schrikt. Nee. Dan hebben we het boomspringerseffect. Dat willen we niet. Nee, maar wat willen we dan wel? Waar zoekt de sophisticated, verfijnde, genuanceerde exhibitionist naar, die u bent? Naar spanning en genot. Ja, maar waar zit die spanning in? De spanning zit hem in het feit dat onbekende of min of meer anonieme mensen je zien in een situatie. Maar hoe dient deze onbekende zich te gedragen? Wil hij passen in de fantasie van de exhibitionist? Als hij je uitlacht, dan vind je dat vervelend. Dan is het niet leuk. Nee, dat is niet leuk. Als hij heel belangstellend gaat kijken, goh. Dat is ook niet alles. Wat moet hij dan doen? Kijken, glimlachen. Het is wel weinig, hè? Ja, we zijn met weinig jullie tevreden. Jullie zijn heel weinig, ja. Het is eigenlijk helemaal niks. Nou, ik denk als dit de enige vorm is waaraan je lust ontleent, dan is het armoedig, ja. Maar het is een variant op je seksualiteitsbeleving. Het is iets extra. Ja, ik vind het een beetje pre-masturbatie is het. Ja, het is een soort vorm van masturbatie. Nou, meer je broek open trekken om te masturberen, dat is het eigenlijk. Het is... nee, want het gaat juist, ik heb net verteld, moet je wel opletten, dat het juist... dat het juist om die fase... om de fase, fase vooraf gaat, die eigenlijk het spannendste is, ja. Ja. Het gezien worden op zich, ja, dan is eigenlijk de lol eraf. Het jachtveld vinden. Het is niet zo. Wat ik echt jammer vind, zonder gaan, is dat exhibeer is eigenlijk een beetje vredige, onschuldige bezigheid. En die is. We doen het allemaal, hè? Ho. Niet allemaal. Nou, er zijn mensen die zeggen dat wat jij doet het toppunt van exhibitionisme is. Ja, maar het is strafrechtelijk beladen. En dat is eigenlijk het vreemde. Dat is heel vreemd. Ja. Vind ik ook. U heeft ook wel eens in de gevangenis ervoor gezeten in Nieuw-Zeeland, hè? Dat klopt, ja. Ja. Heeft u in de gevangenis. Nou ja, in een cel. Avondje. Nou, het is niet leuk om opgepakt te worden. Nee. Heeft u hier wel eens opgepakt? Nee, nog niet. Is de Nederlandse politie toegeeflijk? De laatste jaren wel. Ja, het hangt er een beetje vanaf hoe je het doet ook. Niet boomspringen? Nee, dan gaan mensen klachten geven. Hè. Dan is het niet leuk. Nee. Dus je moet wel voortdurend op je hoede zijn. Ja. Is dat ook onderdeel van de lol?
denk het wel, ja. Ik denk dat als exhibitionisme echt mag van iedereen. Ja, als het niet meer strafbaar zou zijn, dan is er geen fuck meer aan. Nee, dat is niet meer spannend. Nee. Het is dat is het dilemma ook bij het schrijven van dit boek. Ingewikkeld, ja. Aan de ene kant wil ik meer openheid en tolerantie. Aan de andere kant is het natuurlijk wel leuk dat het iets stiekems heeft. Ja, want tolerantie bij exhibitionisme is de dood in de pot. Zegt u dat? Ja. Hoe vindt u het leven als exhibitionist prettig? Heerlijk. Nou, maar ik ben niet alleen maar exhibitionist hoor. Nee, wat doet u verder nog voor de kost? Voor de kost? Nou ja, schrijf boeken en zo. Over exhibitionisme toch bijvoorbeeld, wel? Bijvoorbeeld, ja. Maar het had ook over fetischisme kunnen gaan. Of bent u dat ook? Nou, ik vind veel vormen van seksualiteit wel leuk. U houdt ervan. Ja. U bent een liefhebber. En nu ga ik eventjes iets doen. Iets exhibitionistisch, namelijk de commercials aankondigen. Daar was ik al bang voor, ja. Blijft u er even bij zitten? En dan nu de broodnodige boodschappen. Daarna praat ik met Olga Madsen, de moeder van de Nederlandse soap. Dus blijf bij mij. Blijf op 5. Dank je.